Nou, omdat we toch wel aan het zonderen zijn. Maar op aanraden van Sven zijn we even een ijsje wezen halen. Bon appétit! Goedemorgen allemaal, deze mooie zaterdag, strak blauw, lekker weer, heerlijk uitgeslapen. Sven heeft met 7-0 gewonnen met zilverwedstrijd. En we zitten nu te wachten tot free practice gaat beginnen. Free practice 3 in Monza, Italië, maar die is uitgesteld vanwege de regen. Wat een verschil met hier. Dus ik ga lekker een bakje koffie nemen. En zeg maar, mag je wakker worden? Een beetje mijn laptop opstarten en dat soort dingen. En ik denk ook een beetje genieten buiten, want het is echt zalig. Dus. Maar ik wens jullie in ieder geval een hele fijne zaterdag. En ik zie jullie gewoon later. Vrije training gekeken, nou ja, voor zover je over vrije training kan praten. Toen ik opstond, uitgesteld vanwege de regen. Na een aantal keren de safety car de baan op, maar het was gewoon te. Dus was het 14 minuten voor het einde. De stof van start. Dus heel benieuwd dadelijk de kwalificatie om 2 uur. Lekker nu wat koffie te doen. Geweldig. Janneke van Huisje, wel tevreden. Ik open mijn abonneescherm. Zie ik in één keer staan. De beroemde sausijnen broodjes van Patty. Geweldig, ze heeft ze eindelijk geproefd en ik ben heel blij dat ze ze ook lekker vond. Maar hilarisch om dat dan te zien, dat iemand de dingen die ik laat zien in de vlog dan ook gaat halen en dat ook gelukkig heel lekker vond. Dus ik heb in de comments ook gezegd dat ik ook dus de amandelbroodjes kan aanbevelen. Ik ben benieuwd of ze die de volgende keer gaat meenemen. Maar ja, we hebben gewoon een lekker relaxed dagje, dus een zaterdag. Op zaterdag hoort te zijn. En wat je nu hoort op de achtergrond is iemand aan het schuren. Maar ja, dat gaat ook wel. Je hebt ook weekend. Dus zie je later. Maar ja, we zitten in de Tuut, Sven en ik. Onderweg naar het oude centrum van Zoetermeer. Daar krijgen we zin in. Dat is een of ander boerenfestival. Oude ambachten. Weet je allemaal wat het is? Ik weet het niet wat voor de rest is. Het zal een mandenvlechter zijn en dat soort zaken. Het is inmiddels 3:30. Om 2:00 begon de kwalificatie. En inmiddels zijn ze nog steeds niet aan het rijden. In verband met de regen. En in plaats van dat ze dan een beslissing nemen door het naar morgenochtend te verplaatsen, blijven ze maar uitstellen en uitstellen en uitstellen. En op het moment dat het droog is, staan de wagens binnen. Dan gaat de safety car naar buiten en dan wordt er vervolgens weer uitgesteld. Dus ik was het een beetje zat. Ik vind het veel te mooi weer om binnen te zitten. Kijk, kwalificatie kijken vind ik leuk. Maar laten we wel eens opstellen dat er nu ook 7 coureurs met een grid penalty staan. Dus die kunnen nog zo goed rijden in de kwalificatie. Max ook. En die wordt naar achteren gezet. Ja, Max op 20 plaatsen. Dat waren de 15, maar er is weer een turbo ding vervangen. Waardoor er nog 5 plaatsen bij zijn gekomen. Dus die gaat 20 plaatsen naar achteren. Ricciardo gaat 25 plaatsen naar achteren. Sainz gaat 10 plaatsen naar achteren. Alonso gaat er 35 naar achteren. Hulkenberg gaat er 10 naar achteren. Dus het is gewoon echt een lachertje aan het worden op dit moment. Daar moeten ze echt iets voor op gaan verzinnen. Coureurs die gestraft worden voor iets wat een motorleverancier niet goed doet. Kijk, is het nou iets wat ze zelf veroorzaken? Prima. Maar dit gaat natuurlijk gewoon echt te ver. Dit heeft niets meer met sport te maken. Dus ik heb het huis verlaten. En we gaan eens even kijken of het leuk is. Dus we zien jullie zo meteen bij de Dorpsstraat. Het oude centrum van Zoetermeer. Tot straks. Knap, hè, dat hout zijn weer. Zo. Een groot van Humpie. Ja, dat is niet zo groot. Jeetje, wat groot man. Kijk, er is door Sven. Touwen maken. Drowning in the long tails.
Alleen dan in nieuwe vorm. Maar dat is deze bij de verzameling van Kortman, oude Kortman gedaan. Stoer, hè? Van wie, ja. Vroeger had iedereen zo'n mand. Die boodschap ging nooit zo'n mand bij je. We zijn natuurlijk laat in de middag, dus het was niet super druk. Maar er staan wel leuke kraampjes, toch? Maar ook toch een paar leuke dingen. En nu even snel naar het Stadhart. Kijk even nog naar de Big Bazaar. Kijken of ze nog kledingrekken hebben. Oh ja, hier staan ook nog kramen. Hoi, is de bus. De Rotterdamse bus. Hebben we een zak kruimels? Met zonnestrook. Oké, en u wil? Ik wil een groot alsjeblieft. Ja. Fijn bijna dag nog. Een bakje. Hoogvliet kan dan zijn huis bekijken, de nieuwe Hoogvliet. We hebben hier nog wat gekocht. Van morgenochtend. Ik ben er klaar voor. Met M&M Walhalla. Ah. Kijk het van. Gewoon papier, maar dat weet ik maar. Buizenvol! Stoer. Onderweg werd naar de tuut. Alles binnen. Dus we zien jullie als we thuis zijn. Tot straks! Nou, omdat we toch al aan het zondigen zijn. Maar op aanraden van Sven zijn we even een ijsje wezen halen. Bon appétit! Ik moet zeggen, als je zo aan het wandelen bent, is het toch knap iets warm in het zonnetje. Heerlijk! Ja, het voelt wel lekker uit, hè? En daar staat de tuut. Nou, daar zitten we dan in de tuut met ons ijsje. Warm te worden. De kwalificatie is begonnen. Ja? Ja. Oké. Okay. Terug papa. Hoor het wel als thuis komt. Om 16:51. Dus nu 16:51. Ja. Gaan we naar huis? Ja. Nou, het ijsje. Ook een leuke ronde. Geen haast toch? Nee. Zo, tijd om aan de hapjes te beginnen. Ik zal eerst vragen wat ik gekocht heb. Namelijk een zonnebank vol en nog een strijkplank vol en nog een kasten gestouwde spullen vol met kleding. En dat ga ik op dit kledingrek eens even een beetje uitzoeken. Als je het verplaatst, je pakt, als het in de weg ligt, pak je het op en je plek verplaatst naar een andere plek. En het komt automatisch altijd weer op de een of andere manier op die zonnebank terecht. Dus, en hangers heb ik zat, dat komt helemaal goed. En als ik het dan zie hangen, dan denk ik, oh, dat kan weg, dat kan weg, dat kan weg. Krijg ik nog een beetje meer overzicht. Dus als het dan van de week regenachtig is, gaan we daar eens anders aan de slag. En voor de poezekinders. Ja, geen kinderen meer hoor. Nee, poezeoma. Je doet het best wel moeilijk met. Je komt hier. Ja, Sven, doe jij dat dan? De kwestie of in één keer, hè? In één keer, oké. Okay. Hoppa, nog eentje. Meer. Ziet maar ja. Het is niet zo moeilijk als je denkt. Maar er is zo'n speelding. Die, oh, er zit ook een belletje in. Toch wel. Jester ook erg leuk vindt. Maar, de question of the day is kouder, hè? Ik pak hem. Nee.
Pak hem. Pak hem. Nee! Leuk hè, petit beste. Ja. Ja, ja. Nou, kappen nu. En je kapzouten. Maar de wraps. Daarop kan filet americain. Ja. Kruidenkaas. Kipfilet. Nee. En de meneer, de pestcompaas, maar ja, die wilde zilver uitjes erbij. Dus nou, die krijg je. Nou, ik niet de enige hoor. Dat wil iedereen wel blij. Kom maar ook los. Dus, ik vroeg net van zullen we het allemaal voor zichzelf klaarmaken. Willem vond het een goed idee, maar voorlopig zie ik nog niemand. Ik ben er pakken. Hebben jullie erop? Wat hebben we erop? Nou dit. Doe maar mij maar filet americain en zilveruitjes. Moet ik dat doen? Ja. Ja, weet wat lekker is. We smijten het erop, hoppa. Ja. Oh, los vind ik het ook lekker. Dat sap opdrinken, heerlijk. Dat wil ik ook een beetje. Nee. Klaar maken, dus ik mag kiezen. Zo. Dat is helemaal mooi. Vind je het helemaal mooi? Ja. Wil je hier eens mee beginnen dan? Nou, eigenlijk kan ik wel beter, hè? Nee. En wat wil je op die andere? Want ik neem niet aan dat je daar al één genoeg hebt. Ik vind het zelf, hè? Dit kunnen jullie toch zelf ook, hoor? Ja, ik kan wel echt niet. Ja, wat lekker is, zeg maar, wat lekker wordt best zo. Bestelling 1. Wat wil jij erop? Patty's creatie. Patty's creatie, nou, dan beginnen we met deze. Dat is goed, niet lekker. De Japanotti. Twee kleuren erop en een appie. Wil je nog dat erop? Die? Ja. Oh, en nog eentje met één met filetjes. Die maakt dan zelf. Ja, ik ben net opeens. Zo, als je daarna nog eentje moet, dan weet je hoe je ze moet maken. Ja, dat heb ik. Eet smakelijk. Willem, wat wil jij erop? Ja, goed. Doe middag, nee. Ja. Dan wil ik een brief. Dankjewel. Bonnetje! Wil je dit hele dag zo maken? Ja. Kijk, dit is het eerste andere, dat vind ik zo lekker. Dat is een echte tip voor mij. Ik kon vroeger ook altijd bekers met azijn maken en dan suiker erbij. Oh, heerlijk. Nou, de rest doen ze zelf. Je hebt een filet op zitten, knoflook, kruidenkaas, twee plakjes kipfilet en komkommer appels. Ik zou zeggen, bon appétit! Nou, de reps waren heerlijk. Ik zit nu te modderen in de chat, maar ik zit op de bank en in één keer komt er echt een brandlucht naar binnen. Nu is buiten al bijna donker en het is ook niet echt weer dat je zegt, nou we gaan buiten zitten, het is hartstikke vochtig. Waar het vandaan komt weet ik niet, maar binnen in ieder geval niet. Dus we gaan er maar vanuit dat iemand zijn vuurkorf aan heeft of zijn open haard. Willem zit half dance te kijken. Nou, ik kan mijn aandacht daar niet bij houden. De chat is weer super gezellig. Vanmiddag toen we thuis kwamen nog lekker even de kwalificatie afgekeken. Echt helemaal top dat Max de tweede tijd was. Jammer genoeg niet de eerste tijd. Dat hij een record zette dat hij de jongste pole position ooit had. Helaas was Hamilton ook op jacht naar het record van de meeste poles. Hier zaten we stiekem te hopen dat hij nog even zijn gas in zou houden. Dat hij het Max zou gunnen, maar helaas. De knullers zijn buiten. Sven is mijn vrienden toe en Jorie die ging ook door op. Maar ja, ik ga lekker bakken koffie drinken. En dan gaan wij lekker langer naar de bank. Ik ga verder alleen nog maar moderaten. En dan moet ik daarna nog even de vlog uploaden. Dus ik ga bij deze gewoon lekker de vlog afsluiten. Ik heb een heerlijke dag gehad. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een blauw duimpje als je het leuk vond. Maar ik vind hem genoeg geweest voor vandaag. Dus ik zeg gewoon bij deze. Fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Ervan geniet. En tot vlogs.